Een aantal mensen heeft vandaag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Ze vragen daarmee aandacht voor grondkwesties. In 2011 is de burgerij opgeroepen om zich te herregistreren voor grondaanvragen, omdat het bestand opgeschoond werd. Nadat de burgers zich hadden geregistreerd, hebben ze nooit meer iets vernomen van de regering. Ze vragen zich af waar ze aan toe zijn. De petitie is in ontvangst genomen door de griffier van de Nationale Assemblée, Rut de Wint. Ze heeft de mensen beloofd deze door te geleiden naar het parlement.